Maar die had op zijn route onderweg naar Van Vessem tientallen kracht gespeeld. Lazovic. Uit de pas van Simons. Lazovic van, daar is hij. En in de extra speeltijd van de eerste helft komt PSV dan toch op voorsprong. Met Simons aan de basis, met Lazovic die het voorbereidende werk doet. En met Farfan die op het goede moment op de goede plek arriveert. Zo simpel. En PSV vlak voor de T op 1-0. Simons, Lazovic die iets ruimte krijgt van Fongerbing om de bal voor te spelen. En Farfan die net voldoende ruimte heeft van Keller om die bal langs Van Vessem te kunnen tikken. En dat betekent 0-1. Onnodig eigenlijk. Juist, ik denk een 20 seconden daarvoor, waar Frenkel onnodig de bal inlevert.